Kan ik even staan? Hartelijk welkom allemaal hier in het restaurant Bonaire Kompach. Hoewel we zijn nu eigenlijk in een andere ruimte, zoals je gasten van Bonaire Kompach. Allemaal onderdeel van Frankendaal. Maar nu tijdelijk omgetoverd tot een soort bommelsteen. Als je daar een woordspeling van zou willen maken, dan krijg je Frankenstein. Dus dat doen we maar niet. Ik ben Thomas van den Berg van de Bezige Bij, de uitgever van het boek dat wij vandaag ten doop houden. Wat gebaar jij? Iets harder. Ja, maar iedereen moet hier komen. Ik ga niet voor twee kamers spitsen. Er is ruimte genoeg hier. Neem de drank maar mee. Ik spreek namens de hele Bezige Bij als ik zeg dat wij heel erg blij zijn uiteraard dat dit komt als licht van vandaag in de boekhandel. Heel blij en ook wel een klein beetje opgelucht, denk ik. Na 2 jaar borstelen. Voor jou denk ik ook. Na 2 jaar zeg jij, maar eigenlijk gaat dit project nog veel verder. Ik heb even de archiefstukken erbij gepakt en het gaat terug tot het begin van deze eeuw. Dat is het begin van de 21e eeuw. Meer dan 10 jaar geleden ging hier de eerste communicatie, vooral met Dick. Die heeft toen allemaal tekeningen gemaakt voor een kookboek. Joop Braakherven maakte toen teksten. En nou, hij is er niet. Dus. Ja. Het boek lag bij wijze van spreken al bijna weer drukker toen Martin Toner hemzelf daar een veto over uitsprak en de stekker eruit. En nou ja, toen heeft het een tijd stilgelegen en toen raakten wij in 2008 zo ongeveer, 2009 weer in gesprek met Johannes. Nou, er is er nog iets tussen. Er is wel toen een editie gekomen, een editie, maar het was een aangepaste met een voorwoord van mij erin, de paarse. Dat was weer niet in de tekening. Dat was iets ervoor. Dat was weer de Ja, nou ja, het is al is onnavolgbaar. Ik denk dat ik het straks ook kan. Die wil het langs spreken van ons allemaal. Maar Johannes die ontpopte zich in de afgelopen paar jaar tot een enorme kenner van Martin Toner. We zijn een kenner van ongeveer bijna alles, zoals we weten. Ook van Martin Toner dat je heel veel weet. En je had een hele leuke kijk op de personages. En nou, dat gaf ons alle vertrouwen in het project wat we toen weer hebben opgepakt. Dick heeft weer nieuwe tekeningen gemaakt. En Johannes heeft teksten gemaakt en dat maakt dit ook zo niet. Het zijn niet alleen recepten, maar het zijn ook wat ik maar even zal noemen culinair-sociologische profielen. Dat wist jij ook niet misschien, Johannes, maar dat zijn het. Oké, dat is even een voorbeeld. Ik zeg niet dat dit is gebruikt om een voorbeeld. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar het menu voor dikker dak. Iedereen heeft dan een dikker dak in zijn vriendenkring, ik in ieder geval wel. Dat zijn, in de woorden van Johannes, een diner voor gasten die het hoog in hun bol hebben. Dus dat zijn de dikker daks, dat zijn de mensen die vooral heel erg om uiterlijkheid geven. Recepten moeten er, gerechten moeten er mooi uitzien. Het gaat vooral chique namen hebben. Chique namen hebben, het moet heel mooi opgemaakt zijn. Johannes die geeft dan bijvoorbeeld een recept voor iets wat eigenlijk gewoon nierbroodjes zijn, maar die heet dan opeens Comestible de Rognon au Champignon de Paris. En die moet dan dus fraai en demonstratief worden opgemaakt, zodat er ook achteraf nog met trots over gesproken kan worden tot in de heiligste hallen van het gemeentehuis van Rommeldam. En dat wordt dan allemaal ook groot met smakelijke wijnen, al hoeft ook daar dan niet echt op kwaliteit te worden geselecteerd. Het gaat er vooral om, en nu citeer ik weer, een dikker dak, let erop of de etiketten wel aangeven dat de wijnen van een echt château komen, en anders of er wel een fraaie naam op staat, of dat ze kwistig met gouden guirlandes zijn versierd. Dat ze van de grootschutter komen, of het goed
goedkope warenhuis kan met een eenvoudig plakkertje verborgen worden. Wat niet weet, dat niet durft. Nou ja, dat zijn wel van die praktische tips. Om te handen als je eigen op bezoek hebt. Dan met prachtige recepten erbij. Hier heb ik al een paar dingen uitgeprobeerd. Mocht eigenlijk misschien nog niet, maar toch gedaan. Moest. Oh, dat moest natuurlijk. Ja, ja, als het moest, alles moest voorgekomen worden. En dan met prachtige platen van Dick. In de stijl van de meester, maar toch ook wel heel erg. Dit leek niet mis te kunnen gaan. Maar, dames en heren, het had niet veel gescheeld, want dit boek was er ook bijna niet geweest. Maar dat had dan weer een andere oorzaak. Het fysieke malheur dat Hans trof in de loop van 2009-2010. Iedere vakantie dat ik dacht, ik ga naar het boek werken, werd je fysiek en ik weet niet in de op intensive care. Intensive care, OVG. Ik heb je daar opgezocht op een moment met, dat was kortademig, witter dan wit, lag je daar op kampus in bed. Maar, en dat gaf mij wel meteen toch al een goed vertrouwen en een goede afloop. Je had wel al meteen allerlei kritiek op de medische behandeling. Dus ik heb op iedereen altijd kritiek. Ja, maar dan gaat het de goede kant op. En overigens, als dat bleek dat dat terecht, want ze hebben het totaal verkeerd veroordeeld. Ik heb ook altijd gelijk. Ja, maar goed, het is uiteindelijk ben je daar toch goed uitgekomen. En het boek is er en we zijn vreselijk opgelucht en blij dat het er nu is. En heel erg trots ook. En wat kan ik er nog meer over zeggen? Ik ga het woord doorgeven nu aan drie sprekers. Eerst gaat Dick Maatema wat zeggen. Vervolgens Johannes. En als laatste komt dan nog Joost Zwarte aan de beurt. Dick. Aan jou. Ja, dat is het eerste dat ik bij je kan. Dat is het eerste dat ik bij je kan voor mezelf. Oh ja, even wat details bij dat verhaal wat Stamos vertelde over. Hij is er nog niet bij, hè, dus ik mag het zeggen, die ook raakt. Dat is niet zo dat daar. Ik was inderdaad met de tekening klaar. Het is niet zo dat er al teksten waren om het bijna een boek uit te geven. We zijn nooit verder gekomen met zo'n 7 teksten. En die vond Martin Toon door, nou dat kan ik dus ook nog zeggen, niemand vertelde het door. Zo beroerd dat ik en andere schrijvers daar aan hebben zitten sleutelen tot er geen menu zelfs meer over was van Joop Baarten. En Martin die had eigenlijk in het begin al moeten zeggen, jongens dit gaat niet door, maar die was geweldig in het pappen en nat houden tot iemand anders zei dit gaat niet door en dat kwam deze voorbij. En toen was dat voorbij. Nou ja, en toen dacht ik weer even toen Johannes begon het spook van Toonbeslag toe, want dan gaat het allemaal weer niet meer door. Dan moet ik maar ziek en ziek en ziek. Overigens even is nog even over mezelf. Want de laatste weken sinds die uitnodiging er is, word ik steeds door de mensen aangeschoten en tegen mij roepen, ga jij ook naar Johannes? En dan zeg ik, ja natuurlijk ga ik naar Johannes, maar ik ga ook een klein beetje naar mezelf en naar Martin Toner, daar hoor ik er ook bij. Dan kijken ze je geschrokken aan. Oh god, ook dat nog, ja. Maar dat komt natuurlijk omdat Johannes in die grote kapitalen opstaat en Martin en ik wat geringer. En hij heeft ook nog een foto achterop die wij dus ook niet hebben. Dus iedereen denkt dat het boek alleen van Johannes is. Nou, dat is natuurlijk een beetje een vergissing, want wat wij in binnenbrengen, Martin Toner vooral natuurlijk, dat is ook niet mis. Want Martin Toner, dus trouwens, hij is 100. Ik weet dat mensen dat wel eens realiseren. Er leven nu bijna geen mensen meer die nog in een wereld geleefd hebben waarin geen tolkoes bestond. Dat is een gek idee. Dus voor een paar jaar mensen dood laten gaan en dan is het echt cultureel erfbezit van Nederland. Maar Martin Toner. Dat mag natuurlijk nog wel eens een keer gezegd worden. Iedereen kent het, het is zo bekend geworden, het wordt er zo ontzettend bij. Dat je gewoon gaat denken dat dat er altijd geweest is. Dat wil ik eigenlijk mee zeggen, dat is natuurlijk niet zo. Die man had een creatief instinct, een creatief talent. Dat echt uniek is in 400 jaar Nederlandse literatuur en Nederlandse beeldende kunst. Dat hij daar ook daarna nog, terwijl hij dat al allemaal gaf, die figuur als het ware uit zijn mouw schudde. Dat ongelooflijk moeilijk is, maar voor hem dus kennelijk